is een kindje in Nederland, Jamie. Daar is een hele actie voor geweest. Team Jamie, die hebben 2 miljoen moeten inzamelen om het medicijn te kunnen krijgen om hem. SMA is een hele bijzondere spierziekte. Ik geloof dat er per jaar 1500 kinderen zijn die dit hebben. Dus ik neem aan dat dat ook een weesgeneesmiddel is. Ja. Dat medicijn kost 2 miljoen, is 1 spuit die een kind voor zijn tweede levensjaar moet krijgen. Het kost 2 miljoen euro. En kan je mij daar iets over uitleggen? Speelt hier dus ook die marktexclusiviteit voor in dit geval een dochterbedrijf van Novartis? Ja, dit is dus een voorbeeld van... dit is een weesgeneesmiddel. Dat is het al in Europa geregistreerd? Het is net geregistreerd. Het is een week of 4 geleden, 3-4 geleden is het geregistreerd. Nou, dan kan dat bedrijf dat 10 jaar lang die exclusieve marktrechten behouden. Als dat bedrijf niet het recht geeft aan anderen om vergelijkbare behandelingen beschikbaar te stellen, dan blijft dat zo. En daar kunnen wij dus niet op ingrijpen? Nee. Ik ben hier ingedoken, want ik ben zelf vader van 3 jongens. En als je dan zeker zo'n klein ventje, als je de foto's en de beelden ziet, je denkt onwillekeurig gelijk aan je eigen kinderen. Ja. Dus ik ben hier ook ingedoken. En er is een start-up geweest, die heeft dit ontwikkeld op basis van kennis die bij academische ziekenhuizen is opgedaan in Frankrijk. Toen zijn er wel eisen gesteld dat het voor iedereen toegankelijk moet zijn. Novartis heeft uiteindelijk dat bedrijf wat hiermee is begonnen opgekocht voor 8 miljard euro. En de persberichten die er toen werden verstuurd door Novartis, dat is dus een van de grootste farmaceutische bedrijven van de wereld. In 2018 maakte die 49 miljard euro winst. Nou, dat is gewoon een 49 met heel veel nullen. Even ter orde grootte, dat is de totale begroting voor onderwijs in Nederland plus defensie. En dan hou je nog geld over om andere dingen te doen. Dus zoveel geld verdienen zij in 1 jaar. Toen zij die 8 miljard euro voor dat bedrijf betaalden, wat dat medicijn voor die bijzondere spierziekte maakt, was er een persbericht dat de hele raad van bestuur hierachter stond. Het is veel geld, in cash betalen we dat, maar het is zo winstgevend, want we zijn de enige die dit op de markt kunnen brengen. We hebben exclusiviteit. Ja. Hoe kan dat? Dat heeft die ontwikkeling, ik heb de cijfers niet gezien, want het is allemaal geheim. Maar ik weet zeker, de ontwikkeling van dat medicijn heeft geen 8 miljoen euro gekost. Alleen, ze betalen het omdat ze een monopolie hebben. Ja, precies. Hoe doorbreek je dit? Want als je vraagt, hoe kan dit nou eigenlijk? Nou, dat kan omdat de regels dit mogelijk maken. He, dit is gebruikmaking van wetgeving die bestaat. He, die politici hebben gemaakt. Als die politici hebben gemaakt, als die 10 jaar marktexclusiviteit in de Europese Unie niet zo sterk was, dan zou je dus niet dit soort rare capriolen zien. Die 8 miljard is trouwens dezelfde omvang als onze hele geneesmiddelmarkt in Nederland. Dus het gaat echt om krankzinnige bedragen. Dit doet me ook denken aan sofosbuvir. Dat is het middel voor de behandeling van hepatitis C. Ja. Dat is een vergelijkbaar verhaal. Het gaat niet om een zeldzame ziekte. Maar dat Gilead Sciences, die het middel op de markt heeft gebracht onder de merknaam Sovaldi, die met de prijs van $85.000 aanvankelijk voor een behandeling van 12 weken, heel effectief geneesmiddel. En Gilead was vrij snel om te zeggen, ja, het heeft ons 11 miljard gekost om dat middel te ontwikkelen. Dat was niet waar. Ze hebben 11 miljard betaald voor het bedrijf wat het middel heeft ontwikkeld. Dus die markups, bovendien had Gilead binnen 3 maanden die 11 miljard terugverdiend. Binnen 3 maanden? Dus dat spreekt ook weer naar over de transparantie hiervan. Ik vind het prima dat bedrijven winsten maken en dat je zorgt dat er genoeg geld in omgaat, zodat die innovatie kan plaatsvinden. Maar we moeten de vraag kunnen beantwoorden, hoeveel geld moet daar eigenlijk in omgaan? Ja. Als je kijkt naar Gilead bijvoorbeeld, die hebben trouwens ook remdesivir, het eerste middel wat enige effectiviteit toonde bij de behandeling van COVID-19. Ze hebben daar nog niet veel van verkocht, maar hun beurswaarde is zoveel gestegen dat ze al 18 miljard hebben verdiend zonder eigenlijk het middel beschikbaar te stellen. Alleen de belofte van het middel. Precies. En vandaar dat we ook al die persberichten nu zien. Want elke keer als er een positief persbericht is, dan gaat natuurlijk die beurswaarde omhoog. Maar
Even terug te gaan naar die weesgeneesmiddelen kwestie. En eigenlijk speelt hier nog iets anders. En dat is het feit dat we wat we nu zien in die hele ontwikkeling naar meer persoonlijke geneesmiddelen, die eigenlijk geen geneesmiddelen zijn. Wat we vandaag de dag zien is dat therapieën die vaak in academische ziekenhuizen worden ontwikkeld, vervolgens over worden gedragen aan de farmaceutische industrie en als geneesmiddel terugkomen tegen hele hoge prijzen. Terwijl dat vaak therapieën zijn die eigenlijk gewoon als een medisch handelen zouden moeten worden bekeken. Dat zijn geen octrooieerbare producten. Kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, een voorbeeld is de nieuwe kankerbehandelingen. CAR-T bijvoorbeeld. Dat is ook Novartis en Gilead, die hebben dat allebei op de markt. Dat zijn behandelingen die tussen de 300 en 400.000 euro kosten per behandeling, per patiënt. Volgens de persoon die deze behandeling heeft ontwikkeld, is de productiekosten voor één behandeling ligt rond de 20.000. Dus dan zie je ook weer een behoorlijke markup. Er zijn verschillende academische centra in Europa, onder andere in Barcelona en ook een aantal in Italië. Die hebben gezegd, wij gaan die prijzen niet betalen, wij kunnen dit ook zelf doen. En die doen die maken die behandeling zelf. Bedrijven zullen heel snel zijn in zeggen, oh, maar dat is niet veilig, wij kunnen dat veel beter. Dat zei Roche ook, hè? Toen ze werden aangevallen, zeiden ze, nee, wij kunnen dat veiliger, de rest kan dat niet. Ja, dat krijg je heel vaak te horen. Ik was laatst in een discussie met twee vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie, dat waren allebei intellectuele eigendomsjuristen, die ook heel snel dat argument gebruikten, ja, maar de veiligheid is toch wel een heel grote zorg. Nou, dat is ook een zorg, maar het octrooisysteem is er niet om geneesmiddelenveiligheid te verzekeren. Daar hebben we geneesmiddelenregulering voor. Dat heeft daar verder niks mee te maken. Maar dat argument, dat wordt heel vaak gebruikt. En dat zie je heel veel in het farmaceutische beleid, is dat fearmongering, zeg je in het Engels. En politici zijn daar vaak gevoelig voor. De industrie gebruikt heel veel argumenten die zorgen en angst veroorzaken. Zoals als jullie dit niet doen, dan vertrekken we uit Nederland, dan investeren we niet, dan gaan we niet meer, dan komen er geen nieuwe geneesmiddelen op de markt, dan is het niet meer veilig, dan kunnen we de veiligheid niet garanderen. Nou, noem maar op. Ik weet zeker dat jij dit allemaal zeker een keer gehoord hebt. Zeker. En dat is niet alleen de farmaceutische industrie, dat zijn ze allemaal. Of je het nou een CO2-belasting wil invoeren, het komt nooit goed uit. Als het gaat over dat je beloningen aan de kaak stelt, het is altijd dreig, wij gaan weg. Ja. En jullie zijn afhankelijk van ons, dat is wat ze ons vertellen. Ja, en als je daarvoor valt, dan krijg je dus een soort politiek Stockholm-syndroom. Waarbij politici dus de belangen van de farmaceutische industrie gaan verdedigen, onder het mom van wij doen dit voor het publiek. Ja. En daar moeten we toch echt eens een keer doorheen. Ik heb debatten met Hugo de Jonge gehad inderdaad hierover, waarbij we zeiden, joh, maken we dan van tevoren die afspraken over, we stoppen nu heel veel geld in de ontwikkeling van vaccins, wat ik heel goed vind. Ik weet ook dat we daarmee niet altijd raak zullen schieten. Dus dat we geld nu ergens in investeren wat niet een vaccin oplevert. Maar zoals het risico, dat wil ik heel graag lopen. Maar als we dan vragen om eisen te stellen, dat voor iedereen toegankelijk is, dat de exclusiviteit er niet op zit, dan hoor je ook, dan moeten we oppassen. Want voordat je weet, missen we de boot en willen ze niet met ons zaken doen. Dus je ziet een enorme angst, ook bij dit kabinet, om gewoon te zeggen, luister, wij zijn de overheid. Wij stellen eisen, niet voor onszelf, of omdat ik minister ben, nee, voor het welzijn van de Nederlandse volk en de wereldbevolking. Voor al die mensen die het nodig hebben. En de oplossing van het kabinet is nu 400 miljoen vaccins kopen, zodat we het ze kunnen verdelen. Maar ik ben heel benieuwd welk verdienmodel daar. Dat weten wij dus ook niet als parlement. Nee. We weten gewoon niet welke afspraken er over prijzen zijn gemaakt, wat dit gaat kosten. En of wij niet nu gewoon uit angst een paar mensen heel rijk aan het maken zijn. Ja. Ja, die transparantie is echt ontzettend belangrijk. En ik denk zeker in de COVID-19 kan daar veel meer aan gedaan worden. Want daar gaat zoveel publiek geld in. En het publieke belang is enorm. En niet alleen van de Nederlanders, niet alleen van de Europeanen. Maar dat is echt een internationaal publiek belang.
waar ook vanuit een notie van solidariteit op een hele andere manier naar dit geld gekeken moet worden. En net wat jij zegt, het is belangrijk om die risico's te nemen en die risico's te delen. En dat de breedste schouders de grootste risico nemen. Dus dat moeten ook de rijke landen zijn. Maar laten we er wel voor zorgen dat iedereen uiteindelijk van zo'n vaccin, als het er ooit komt, van gaat profiteren. Bovendien moeten er ook afspraken gemaakt worden over wie gaat er eerst toegang krijgen tot zo'n vaccin. Er zijn 65 miljoen gezondheidswerkers in ontwikkelingslanden. Die kunnen niet de laatste in de rij zijn. Die moeten de eerste in de rij zijn. Maar dat gaat niet automatisch gebeuren. Daar moeten afspraken voor gemaakt worden. En dat is natuurlijk niet alleen de verantwoordelijkheid van de farmaceutische industrie. Dat is de verantwoordelijkheid van de politiek. Nee, dat moeten overheden doen. Ja, en dat is waar voor mij een hele grote zorg zit. Je ziet nu een soort van concurrentie tussen landen. Ons land moet het eerst krijgen, terwijl we met elkaar moeten afspreken welke mensen hebben dit het eerste nodig. En ik ben 34, dus ik denk dat ik ergens achteraan in de rij zou moeten aansluiten. En ik heb liever dat inderdaad het vaccin, niet dat ik het ook krijg in Nederland, maar dat allereerst mijn oma het krijgt. Dat hoop ik heel sterk. Mensen die in de zorg werken. Dat geldt eigenlijk voor alle landen. Laten we zorgen dat alle opa's en oma's over de hele wereld het eerst krijgen. Ja. De zorgmedewerkers het als eerste krijgen. En vervolgens gaat het naar beneden en betekent het dat mijn kinderen, voor wie het risico het laagst is, ergens achter in de rij staan. Ja, dat zou je met elkaar moeten afspreken. Maar ik vind het heel wonderlijk, omdat in deze tijd van nationalistische neigingen zie je dat politici dit bijna niet durven te praten over we zijn één wereldbevolking, we moeten voor elkaar zorgen, terwijl we weten, mensen reizen. Is het niet met het vliegtuig, komen ze wel met bootjes deze kant op. En iedereen die ooit heeft voorgesteld om een hek te plaatsen, is nog nooit gelukt. Als je dat zou willen. Dus we moeten zorgen dat die hele wereldbevolking gezond is. En daar de risico's in dammen. Ja. Maar dat is niet een heel populair verhaal om te vertellen.